Ik wou jullie een verhaal vertellen. Dat speelt 50 jaar geleden. 50 jaar geleden. Wat zag de boel er toen een eind daar uit is vandaag de dag. Een boerenwerkman die verdiende 50 jaar geleden de som van 6 gulden in de week. Er was nog geen dokter Willem Drees. Er was geen AOW. En er waren ook geen tehuizen voor bejaarden. Het was in bonk armoed. Ik zal het nooit vergeten, ik heb persoonlijk die tijd meemaakt. 6 gulden in de week moest een boerenman voor werken. Een werkman van 4 tot 7. Ga maar door. Gertje Dekker was ook zo'n boerenwerkman. Gertje Dekker verdiende ook 6 gulden in de week. En als hij zaterdag 7 thuis kwam, en dan lag ze 6 gulden op het keukentafeltje, dan was zijn vrouw er nog zo verlegen blij mee. Het was toch 6 gulden. En op een goede dag was Gertje Dekker 40 jaar trouwd. En toen zei zijn baas, jongen, nou ben jij vanmorgen wel 40 jaar trouwd met je vrouw, maar werk maar gewoon door. Want geld om bruiloft te geven, jij toch niet. En Gertje werkte. Hij was er krom en miserabel van. En toen dat hij 7 achteruit land kwam om 7 uur, toen stond de baas bij de achterdeur met een pond butter, omdat hij zijn eigen 40 jaar rotwerk had. En toen hij 7 thuis kwam, toen had zijn vrouw er nog even zes overdacht, want die had een keteltje chocolamelk. Ze waren toch 40 jaar trouwd. Ze hadden ons deces. En een chocolamelk. En ze zat elk aan de kant van het keukentafeltje. En ze dronken chocolamelk en zaten deces. En toen keek Gert zijn vrouw over het broodje aan. Hij zei, dat binnen er 40, moeder. Ja, ze zei, dat ben ik. Hij zei, als jij nou nergens opnieuw kiezen moest, moeder, wat zou je dan doen? Nou, ze zei, dan zou ik jou weer nemen, zo lelijk en zo krom en zo akelig hij binnen. Want ik wil je voor geen moe doen, wist je. Hij zei, moeder, dan denk jij er net over als ik. Want jou wil ik ook voor geen miljoen kwijt. 2 boerenmensen van 6 gulden in de week, die over miljoenen spraken of het niks was. Toen dat chocolaketeltje leeg was en die deces waren op, toen gingen ze te bed. En toen stonden ze met elkaar voor die open beddeurtjes. Zij met een nachtbom met 13 verschillende verstellappen erin. De spataren. Hij met een blauw onderbroek met witte bandjes, een kromme recht, piekheer en spillebienen. En toen keek hij het soortje zo eens aan. Ik zei, je zou het niet zeggen, moeder, dat hier voor 2 miljoen staat.